Ah, dat is het niet. Het is gewoon droog. Het heeft alleen, denk ik, vannacht wel geregend. Het is een best oké weer. Het was niet koud of zo. Dus we hebben lekker een rondje gelopen. Maar nu stond in staking. Want gisteravond kreeg hij vlees bij, als avondeten. En dan weet hij dat er nog wat in het bakje zit. Want hij krijgt nooit een heel bakje. En nu heeft hij bedacht dat hij zijn brokjes niet maar even aan moet schillen. Dus dat ga ik eerst even doen. Heb ik verder nog plannen voor vandaag? Nou, niet echt. Ik ben een beetje klaar. Beetje moe. Maar het was ook behoorlijk druk. En dat is niet erg. Dus ik ga naar boven. Dan ga ik nog een video editen. Oh, ik wil het schijfje meenemen, want dat lag hier nog. Ik ga een video online zetten. Ik ga nog even wat dingetjes op de computer doen. En Raafje is alvast naar boven gegaan. Hele goede morgen. Mijn naam is Suus van Gewoon Suus. Het is vandaag 11 mei. Ja, donderdag 11 mei 2023. Het is 7:15. De video staat net online. Ik heb al lekker met Rafi gelopen. Het was droog. Terwijl het, als je naar buiten kijkt, eruit ziet alsof het heel nat is. Maar dat is het niet. Het is gewoon droog. Het heeft alleen, denk ik, vannacht wel geregend. Het is een best oké weer. Het was niet koud of zo. Dus we hebben lekker een rondje gelopen. Maar nu stond hij in staking. Want gisteravond kreeg hij vlees bij, als avondeten. En dan weet hij dat er nog wat in het bakje zit. Want hij krijgt nooit een heel bakje. En nu heeft hij bedacht dat hij zijn brokjes niet wil. Nou ja, dat doet hij zelf. Ja, yeah, daar krijg je niks van, vriend. Nee, daar is niks mee aan de hand. Hij eet namelijk wel snoepjes en zo. Dus het is gewoon een stukje eigenwijzigheid. En 9 van de 10 keer gaat hij het later wel eten. Ik ga heel eventjes nieuws kijken. Ik ga daarna even mijn tasje inpakken, want ik had mijn tasje weer meegenomen. En dan op naar mijn werk. Ik weet niet hoe laat ik precies thuis ben vandaag. Ik hoop een beetje eerder klaar dan gisteren. Want gisteren was echt wel, 5:20 zet ik de computer pas uit. En dat vind ik best wel laat. Dus ja, ik weet dat er docenten zijn die tot later werken. Maar ik probeer een beetje 8 tot 5 aan te houden. Dat, ja, weet je, er zijn... ook wat dat betreft voor mij wel af en toe grenzen. En ik werk natuurlijk op vrijdag en op zaterdag in principe ook aan andere dingen. Dus ja, mijn uurtjes maak ik wel, zeg maar. Ik ga een shakeje opdrinken en nieuws kijken. Goedemiddag. Ik ben weer thuis. Al een poosje hoor. Maar ik heb even al boodschappen gedaan. En even de gordijn een beetje omhoog. Al even wat andere dingen gedaan. Raafje uitgelaten. Boodschappen opgeruimd, spullen opgeruimd, beeldje van mijn Rijn opgehaald. Kortom, een hele boel. Ik ga nu bezig met het eten. Vanavond broccoli, gebakken aardappeltjes voor Emily en een kip krokant, want die waren namelijk die. En die eet ik vandaag ook lekker. Maar ik moet even aardappeltjes schillen, dus dat ga ik eerst even doen. Heb ik verder nog plannen voor vandaag? Nou, niet echt. Ik ben een beetje klaar. Beetje moe, maar het was ook behoorlijk druk. En dat is niet erg. Het hoort er gewoon bij. Alles staat nu al klaar. Dus dat is fijn. Dus we kunnen nu gewoon verder. Dat is lekker. Ik heb een goed gevoel het weekend in, zeg maar. Morgen ga ik natuurlijk weer naar Groningen. Wat heb ik daar al gezegd? Ja. Hè? Want morgen gaan we dus, Marijn zijn oude kamer helemaal leegmaken. Dat hij me op kan leveren. Dus het bed wat er staat, dat wordt opgehaald. De koelkast kan blijven staan, want die is van het bedrijf zelf. En die had ik natuurlijk al lekker schoongemaakt, dus dat is fijn. En wat gaan we nog meer doen? Even kijken. Zo, even de aardappels afwegen, want ik doe altijd 175 gram aardappels voor Emily. Maar als ik bak, doe ik altijd wat meer. Dan doe ik altijd 250 gram of zo. Dus ik weeg altijd de aardappels even af. Meestal zijn het 2 of 3 aardappeltjes. Het ligt een beetje aan de grootte, soms 4. Maar deze weegt al 118 gram. Dus 3 aardappeltjes en dan heeft ze weer genoeg. Maar gewoon het idee, zeg maar. Maar goed. Drukke dag gehad. Lekker wel de boodschappen gedaan. Ik vind het fijn. Ja, 3 aardappels. Zit op zo'n 50 gram. Was een prima dagje zo. Ja. Kijk met een goed gevoel op terug. Kijk weer goed, met een goed gevoel terug op deze week ook. Dat is ook altijd wel fijn. Oh, deze aardappel heeft een stukje rot. Dan wordt er waarschijnlijk nog een aardappeltje bij schillen. Kijk, dat ziet er dan wel echt uit.
valt mee. Nou, we gaan eens even kijken hoe ver we komen. Ja, net niet genoeg. Nou, dan een aardappeltje extra. Vindt ze vast niet erg. Dat een beetje. Straks videootje online zetten. Maar dat kan aan het eind van de dag ook. Morgen ga ik hier om 8 uur weg. Dus dat is niet echt super vroeg. Dus dat is ook fijn. Dan ben ik ongeveer tegen 10 bij Marijn. En dan, dit is wat. Nou, er zit er nog net één aardappel in de zak. Nou goed. Dat zijn ze. Dan ben ik wel weer klaar. Dat kan ik zo weggooien in de groene bak. Ik ga eventjes de aardappeltjes in stukjes maken. Ik maak er altijd al gelijk stukjes van. Die kook ik 4-5 minuten. En dan bak ik ze. En dan vinden wij ze hier het allerlekkerste. Gewoon simpele stukjes. Dan zijn ze lekker nog aan een beetje zacht aan de binnenkant. En knapperig aan de buitenkant. Als je ze dan bakt, zeg maar. Het lekkerste is eigenlijk als je aardappels van gisteren hebt. Maar gisteren had ik niet aardappels over. Dus daar had ik ook niet aan gedacht dat we vandaag aardappels zouden gaan eten. Anders maak ik vaak wel wat extra's. Oké, ik ga eventjes dit doen. En ik zie jullie zometeen vanzelf weer. Tijd nog even wat drinken ook. Ik moet dat ook even af en toe bijhouden. Dat vergeet ik gewoon. Inmiddels hebben wij heerlijk gegeten. Heb ik de keuken ook alweer aan kant. Hadden we eventjes nog een aflevering van de Simpsons gekeken. Die kijken wij samen. Vinden we leuk om te kijken. Doen we altijd even na het eten. Even gewoon gezellig iets kijken. Maar de zon scheen ineens weer naar binnen. Dan kun je de tv zo slecht zien. Dus doe ik altijd zonnescherm even naar beneden. Mijn vriend is hier. Die is een beetje in een mopperigere bui. Want die mocht van mij niet eens weer vlees eten. Maar die kreeg dus dat goed is dat. Dat krijgt hij af en toe. Even kijken. Oh, hier ligt nog wat in. Hij had wat brokjes gekregen in de tuin om lekker te snoeken, zoeken, maar er ligt nog wat. Mijn tulpjes gekocht. Die zijn gewoon af. En dat is niet erg, dat is normaal. Deze moeten ook nog even. Deze moeten eigenlijk, maar die wil ik even laten groeien, want dan kan ik ze misschien in de tuin zaaien. Kijk, kom maar. Kom maar. Kom maar, Rafi. Kom maar. Ja, goed zo. Kom maar. Kom maar. Je kunt dat. Kom maar. Ja, goed zo. Hij kan het, maar hij doet het niet. Kom maar. Kom. Kijk. Kom maar. Nee, je moet door het gat. Dat kun je heel goed zelf. Kom maar. Kom. Nou, we zullen hem maar eens even helpen. Maar hij kan dat echt zelf. Hij heeft vorig jaar echt het hele jaar, hele zomer gedaan. Nee, je mag nou wachten. We gaan echt oefenen even weer. Even het gordijn aan de kant. Misschien dat je in de weg zit. En we pakken even een snoepje. Daar kan het echt prima. En naar binnen doet hij het wel. Nee, wachten. Nee, blijf. Blijf. Kom maar. Kijk, let op. Let op, hè. Kijk. Kom maar. Kijk. Ja, zie je. Kunt het gewoon wel, sniepert. 1, 2. Doe maar. Hoppa. Ga maar zoeken. Hier zo. Hier. Maar hier. Nou, heeft hij mooi weer even wat te doen. Nu 2 snoepjes neergegooid. Hij is hier op zoek. Ja, zoek maar. Ik denk dat hij wat gevonden heeft, want dat ruikt daar erg lekker. Goed zo, ja. Lekker hè. Nou, hij vermaakt zich. En ik ga even naar boven. Ik ga boven even aan de slag. Oh ja, en daarom pak ik de camera. Kijk, een plantje voor Marijn. Schattig hè? Dit is van zijn eigen boompje van boven. Die heb ik al een poosje staan dat er waterworteltjes aankomen. En die gaan nu, zijn nu de grond in. Maar ik ga boven even aan het werk. Eventjes op de computer. Ik denk dat het geluid het doet bij hem. Ik ga naar boven. Dan ga ik nog een video editen. Oh, dan wil ik het schijfje meenemen, want dat lag hier nog. Ik ga een video online zetten. Ik ga nog even wat dingetjes op de computer doen. En Rafi is alvast naar boven gegaan. Nou ja, zo kom ik de dag wel door, zeg maar. Oh, dit is een broek zonder zak. Ik heb even een wat oudere broek aangetrokken. Even dat schijfje in mijn kont zal stoppen. Want ik was wat andere dingen aan het doen. En ik wil gewoon even mijn kleren van school even netjes houden. Dat lijkt me wel zo fatsoenlijk. En ook praktisch. Oh ja, ik ga ook nog even een was aanzetten. Want dat is ook wel slim, denk ik. Dus dat gaan we eerst eens even regelen. Maar niet voordat we 2 ringetjes hebben verwijderd. Check.
Gisteren vergeten. Dus nu 2. Oh, dat zijn er 2. Kijk. 1 en 2. En die papiertjes gaan weer op het stapeltje daar. Kijk. Inmiddels zijn er dus 3 af. Nog een dag of 39, 48 te gaan. Zoiets. Maar ik ga me even hier bezighouden met zaken. Hoort er ook bij. Ja, en dat was de donderdag. Het zijn ontzettend drukke dagen in deze periode van het jaar. Dus de video's zijn ook even korter daarom. In elk geval was het wel een hele fijne dag. En is het morgen tijd om naar Groningen te gaan. Ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet niet om te abonneren. Dat kan hier beneden. En dan zie ik je heel graag terug morgen in een nieuwe video. En dan laat ik je in elk geval de kamer van, of tenminste de studio van Marijn zien. Officieel heet het de studio, maar het is eigenlijk gewoon een appartementje. Hoe die er nu uitziet. Dus ik zou zeker even kijken. In elk geval nogmaals dankjewel. Hele fijne dag als jij hem 's morgens hebt gekeken. En kijk je nou 's avonds, dan slaap lekker. Mooie dromen. Tot morgen, tot de volgende video. Doei.